Mike de Wierik, hoe bestaat het? Ja, zeg het maar. Ik ben ook echt verbrouwereerd, bijna verbijsterd dat wij deze wedstrijd hebben verloren. Dat vind ik echt heel kloot en onterecht, maar goed, we staan wel op de lege handen. Ja, twee momenten van slordigheden, denk ik. Ja, wij hebben een cornerbal en ligt bij ons in het mandje en een cornerbal van VVV. Dan sta je 2-8 en verlies je met 2. Heb je een verklaring voor of is dat gewoon een off day? Ja, geen off day. Ik denk dat we veel beter waren dan VVV. Alleen bij de eerste corner van ons staat de restverdediging niet goed. Bij de tweede goal van mijn 84e minuut, 85e minuut, dan staan we niet op te letten. En ik kan nu zo binnenpissen in de 5 meter. Ja, dat is gewoon slecht. Zelf creëren jullie toch wel goed veel kansen, vooral in de tweede helft stond er lekker druk op. Ja, we hebben vandaag best wel aan de bal goede dingen gedaan. Alleen uiteindelijk gaat het wel om resultaat en je staat hier met lege handen. Ja, dat is gewoon ontzettend zuur en dan heb je maar 4 punten uit 5 wedstrijden. Dat is wel gewoon teleurstellend. Is dat ook een soort druk die je dan voelt? Ja, druk. Weet je, als je op dit niveau hoort, voetbal moet je met druk om leren gaan. En dat is nou eenmaal zo. En voor mij geeft het geen extra druk, alleen ik vind wel dat wij met Groningen meer punten moeten hebben dan we nu hebben. Ja, maar ik kan me voorstellen, want jullie spelen beter dan jullie in punten laten zien. En je moet dan tegen PEC volgende week, maar daarna PSV en Ajax uit. Het kan zomaar zijn dat je na een aantal wedstrijden onderaan staat bijna. Ja. Ik kan me gewoon voorstellen dat het me dat frustrerend voelt. Nou ja, eens. Kijk, dat is ook gewoon, dit is gewoon kloten. En nogmaals, ik vind gewoon, kijk, als je kijkt naar die wedstrijd, kijk, Heracles thuis, ja, weet je, die spelen niet goed. Maar ik bedoel, Twente thuis, ik heb best goed gedaan, moet je, weet je, dan. Maar ja, weet je, we staan wel met lege handen. En kijk, AZ moet je misschien wel winnen. Ja, pak je ook maar een punt dan. Voor ons is dat gewoon goed. En AZ uit, we hebben gewoon een stekende wedstrijd gespeeld. En Emmen win je. En je staat nu wel 2 keer aan de verkeerde kant van de score. En dan heb je maar 4 punten uit 5 wedstrijden. En ja, dan is dat wel beroerd beginnen. Ja, is dat gewoon pech of kan je hier ook nog daadwerkelijk wat aan doen? Ja, ik vind die tegen goals geen pech. Kijk, dan moeten we gewoon beter doen. En kijk, geloof niet in pech of geluk, dan moet je afdwingen. En VV heeft dat beter gedaan dan ons vandaag bij de goals. Volgende week gewoon 3 punten. Ja, dat moet. Dat wordt nu wel een must. En het is elke week een must natuurlijk. Maar dat moet volgende week thuis tegen Zwolle. En wil het publiek ook graag wat geven. En als je ook weer ziet met hoeveel grote getalen de mensen hier aanwezig zijn, dat is fantastisch. En dat wil je ze ook graag wat teruggeven. Dankjewel, succes.